Hallo dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb zo lekker geslapen. Op de kamer van Myron, bij de ouders van Myron. Ik ga me even omkleden en dan gaan we naar het vliegveld. Dan gaan we gewoon vertrekken naar het buitenland. Kijk dit dames en heren. Hoppa, we zijn bij Groningen Airport Eelde. Ideaal. We zijn eventjes gebracht door de vader van Myron. Goedemorgen Albert. Hallo. Echt ideaal, serieus. Dit is helemaal niet zo ver van Borger af, waar mijn ouders wonen. Dus daar ligt ook. Oh ja, eentje is van Noël, eentje is van mij. Ja, deze is van mij. Dankjewel. Dus we zijn hier en we gaan vanuit Eelde gaan we vliegen. Helemaal top. Super nice. Knijt is veel zin in. Echt veel zin in. Hoppa. Oh, deze neem ik wel mee, denk ik. Kijk, mijn brilletje op. Zo, heb je zin in? Ik heb er zin in, jij? Ja, ik heb ook zin in. Koffertje klaar. Nou, als je iemand ziet rijden in mijn Lambo, dan is het Albert. Doei doei! Zo, daar gaan we. Kijk dan. Groningen Airport Eelde. Dit is de eerste keer dat ik hier vandaan ga vliegen, geloof ik. Oh, zo ideaal. Dit is bizar, hè? Ik heb 2 keer eerder van hier gevlogen. Ik kan het gewoon meteen door bijna. Wow, ik ben zo Schiphol gewend. Dan moet je dit kijken, joh. Oei, joh. We lopen gewoon in 1 keer door, alsof we met de trein gaan. Hier, wow, wat zei je? Hoe zwaar de koffers zijn? 18 kilo. 18 kilo's maar. Ja. Valt mee, hè? Ja, ik denk dat die andere wel iets zwaarder is, maar... Dit is de andere koffer, dames en heren. Dat is bizar. Perfect, gewoon op 200 gram verdeeld. We zijn door de douane heen. Ja. En dit is het. Zo, ik verslik me. Ja, dit is toch fijn? Ik ben echt top, hoor. Ja, dit is echt nice. Check dan. Hier heb je airport shop. En dan heb je hier gewoon stoelen. Hier kan je wachten. En dan heb je eventueel weer een koffieplekje. En dit is het. Dan is het gewoon wachten nu. Het is gewoon serieus wachten. Totdat we kunnen niet inchecken. Dat hebben we al gedaan. Maar totdat we in het vliegtuig kunnen. We gaan dus met een propellervliegtuig, dames en heren. Een propellervliegtuig, jawel. Oh, zo spannend. Ja. De laatste keer dat wij met een propellervliegtuig gingen, hadden we echt knijters veel turbulentie. Ja, maar was dat zo eens? Ja, ik weet niet. Misschien is deze nog wel ouder. Nee, ik weet het niet. Dat was een cityhopper van KLM, dus ik weet niet. We gaan het zien. We gaan het zien. Komt goed, schat. Mijn hand is altijd aanwezig. Om vast te houden. Dat is fijn. We hebben daar wel een mini-winkeltje. Oké, veel plezier, shopsen. Oké, ik zal me proberen niet te veel aan te stellen, oké? Over het vliegen en dat soort dingen. Ik hou me sterk. Komt helemaal goed. Het is ook helemaal niet zo lang. Als we wind mee hebben, is het 1 uur en 40 minuten. Dat werd er gezegd, als je wind mee hebt. Dus ik ga ervan uit dat we er maximaal 2 uur over doen. Dus het gaat vast helemaal goed komen. Meneer heeft een nieuw gadget. Ik dacht dat jullie op vakantie gaan. Mag ik even een selfie maken met jullie? Ja hoor. Superleuk! Kijk, ik heb dus net een nieuwe SD-kaart gekocht. En dat doet er niets? De speed, de snelheid van de SD-kaart is te snel. Dus ik heb 6 seconden kunnen opnemen. Hoeveel heb je daarvoor betaald? 10 euro. Oh, dan moeten we nu die gratis koffie wel aannemen. Ik heb een nieuwe camera. Alleen ik ben een SD-kaartje vergeten. Dus ik heb nu niks aan deze camera. Dus ik kan pas deze camera gebruiken als we een goed SD-kaartje kunnen kopen bij een winkel. En dat is blijkbaar niet hier, want de SD-kaart is gewoon te sloom. Oh, balen. Dat is wel jammer, ik wil hem uittesten. Nou, dan gaan we het wel gebruiken waar we heen gaan. Ja, dan gaan we daar op zoek. Ja, gaan we daar op zoek naar een mooie winkeltje. Ik denk dat ze dat daar al hebben, hoor. Ja. Het is niet zo dat we naar het spannend als... eiland gaan, hè? Nee, maar ik vind het spannend als ze daar hebben, want het is wel een klein eiland eigenlijk, toch? Ja, maar ze hebben overal wel een elektronica winkel. Zo. Wat een woord. Elektronica-winkel. Okay. Dat is goeie voor gasten. Hoe laat is het nu? 11 uur. We vliegen om 10 voor 12. Dus nog 50 minuutjes. U bent verzocht die uw eigen instapkaart gereed te houden. Als u een ID-kaart geopend te tonen. Uw warmtepakken weg te doen en buiten niet te roken. Passagiers met stoelen in rij 1 tot en met 5 mogen als eerste instappen. Gevolgd door passagiers met stoelen in rij 6 tot en met 12. En als laatste passagiers met stoelen in rij 13 en 18. Ze moet gewoon lachen, hoor je dat? Nogmaals, Maar ze moest halverwege even lachen, hoor je dat? Oh, maar ze staat erachter ook. Ah, oh, leuke meid. We moesten wel lachen om mij misschien. Oh ja. Ik denk zo. Ja. Oh, misschien toch wel. Oké, nou, we nemen een spulletje mee. Lijkt me handig. Soms zeg ik ook dingen, ik weet helemaal niet wat ik zeg. Neem een spulletje mee. Maar heel veel mensen vinden dat fijn, dat jij zo gedetailleerd bent. Hé, maar we vliegen met Sunair, hè? Ja.
Dus het wordt echt helemaal top, heb ik gehoord. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. En jij hebt er vooral over zin in. Zeker. Zullen we even kijken nog bij het raam? Dat hebben we nog helemaal niet gedaan. Zien we het vliegtuig bijvoorbeeld al staan? En je ziet het. Is dat het vliegtuig? Oh my god. Serieus? Oh, what the fuck. Wow. Ik heb het vliegtuig gezien. Wow. Dat is echt niet chill, hè? Oh my god. Oh, joh, dat is echt met die zieke oude propellers. Nog kleiner zo, ja, dan weer? Ja, het is nog kleiner dan ik had verwacht. Ja, maar kom goed. We zitten bij de nooduitgang, hè? Oké, we hebben even de paspoorten laten zien bij de douane. Dat is dit hokje hier. Wat je hier zo ziet, dan kom je aanlopen, laat je je paspoort zien en dan mag je door. En dan ben je hier. Het is zo klein hier, maar zo eenvoudig, zo makkelijk, zo simpel. Je bent er zo doorheen. Dat is echt bizar. Zo, gaan we. Oh, joh. Dit is zo apart eigenlijk. Hey, Maren. Oh, dit is echt serieus gek, want er staat serieus ook maar één vliegtuig. Zie je dat? Ik zie je niet eens. Ja, hier achter. Kijk, je ziet de achterkant al. Oh ja, oh, leuk. Ik vind dat echt leuk, maar het was goed gewoon. Echt goed. Oh joh, zo zie. Zie je dat? Oh joh. Moet je kijken, dames en heren. De deur zit niet aan de voorkant. Via de voorkant gaan de koffers erin. Dus de piloot zit daar en de koffers zitten daar. En via hierachter gaan we dus erin. Oeh, gaan we. Hallo. Good morning. Good morning. Wow. Good morning. Kijk dit vliegtuig. Jij stoot gewoon bij in je hoofd. Ja, ik kan hier nog maar net lopen, nog maar net. Wow, zitten we helemaal vooraan? Ja, volgens mij die plek. Wow, wat sick. Kijk dan. Nou, daar zitten we, dames en heren. Klaar voor de vlucht. Ja. Toch? Helemaal vooraan. Echt ideaal. Kijk, ik zie de propeller daar op de grond. Dit wordt echt gaaf. Vertel ik mezelf. Ja, leuk. Alleen het raampje is een beetje vies, dat is wel jammer. Dan heb je niet zo goed uitzien. Kom maar goed. Rustig, hè? Ja. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened. Dames en heren, deze vlucht was zo chill. Dit was echt ideaal. Er was niks aan de hand, geen turbulentie. Wel, mijn rechteroor zit helemaal dicht. Oh, dat heb ik ook een beetje, ja. Maar dat ja, ik denk om. Ja, wow, dat wou ik net zeggen. Thank you. Take care, bye. Bye bye. Oh, nice. Zo. Oh, joh, je mondkapje. Oh nee. Marius' mondkapje gaat gewoon door. Ja, die is weg. Oké, thank you. Sukkeltje. Laat ze de mondkapje vallen. Oh, maar ja, je hebt het nu niet meer nodig, zei hij. I don't need it anyway. Oké. Okay, nou, dan doe ik hem ook af. Hoppakee. Zo, ik hoor echt helemaal niks met rechts. Helemaal niks. Maar goed, dit was dus het vliegtuig. Wow, dat was echt sick. Serieus. Ja, dat was echt top. Hey, koffertje. Bam. Zo, dit is ook nog nooit zo snel. Holy moly. Hallo, ik ben Enzo. Hoppa. Nou, dit is het vliegveld hier. Ook klein, maar fijn. Nou, we gaan met deze taxi. Stuur! Oh, ja. Oh, joh, hij stapt natuurlijk rechts in. Ja, dat is gek. Oh, dat is inderdaad apart, ja. Right. Yeah, flight was pretty good. Short flight. In a small plane like that. We got smaller planes as really? Well. Yeah. Oh, wow. Ze hebben hele kleine vliegtuigjes hier. It's so strange for us to see that you're on the right side with the steering wheel. Oh, yeah. Ja, stuur zit gewoon rechts. Ze moeten ook gewoon links van de weg gaan rijden. Ja, dat gaat heel gek worden. Ik heb dat nog nooit gedaan, jij wel? Ik heb wel
was wel een keer in Londen, maar toen was het met school. Dus heb ik niet zelf gereden of zo. Wel in de bus gezeten en dan links gereden. Have you guys been to Guernsey before? No, never. Oh, we zijn er. Dat is echt dicht bij het vliegveld ook. Ja. Wow, kijk hoe fijn dit eruit ziet. Ja, daar vooral het uitzicht daar. Wow, dat is echt sick. Wow, die drone shots hier worden echt insane. Ga ik het meteen doen? Wow, ik denk het wel. Ik moet eerlijk gezegd nog een beetje bijkomen van mijn dutje in het vliegtuig. Iets van geld. We hebben geen ponden of zo, hè? Nee, we hebben niks gepint of wat dan ook. Nee. If you want to withdraw money, what's... hij is de eten aan het bellen. A few moments later. Oké, gaan we naar binnen. Kijk, we zijn er. Yes. Hoppa. Ja, we wilden hem wat geven voor het brengen. Ja. Maar ja, we hebben nog niks. We hebben niet gepint, helemaal niks. Dus nou, hij zei, je maakt echt niet uit, geef niet. Geef ons een goede review en dan ben ik ook blij. En we zien hem vaker, want hij brengt ons vaker nog naar andere plekken. Dus dat is nice. Hello, good afternoon. Of hoe laat is het? Hoe zeg je dat? Do you say good afternoon? Afternoon, ja. Yeah. Oké, okay, nice. Oké, okay, gaat iemand halen. Kunnen we inchecken. Oh, nice. Ik ben benieuwd naar onze kamer. Het ziet er zo schattig uit hier. Ja. Het ziet er echt leuk uit. Hier hebben we de Dog and Lion Bar. Wow, dat ziet echt zo pup-achtig uit, weet je wel. Zo nice. Het was wel grappig, want het hele vliegtuig... Wat is dit eigenlijk? Volgens mij zitten het wandelstokken. Ja, zou best kunnen. Ja, ik denk serieus, dat je hier vast kan houden. Dan kan je... Oh, die is wel heel laag. Zo'n lage wandelstok. Nee, ik denk dat het is van... Het is geen wandelstok, denk ik, want die is wel heel laag. Misschien een raam of zo open te maken of zo. Wat ik bedoel? Ja, en je met de zolder altijd hebt, zo'n haakje. Ja. Weet iemand waar dit voor is? Met, hieronder zit zo'n stukje touw. Maar er zijn er vier. Ik dacht, dat doe je dan zo je hand om. Nou, nee, dat is te klein. Nee hoor. Voor mij is het goed. Voor mij niet. Hallo. Hallo. Oh, laten we hem. Hallo. Hallo, I'm Enzo. Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. It's Ash here. What is this for kind of stick? Okay, this is one for the newspaper. Newspaper? Yeah, in old days, yes. You get this newspaper and then instead, you know, you put it in the table. Yeah. You put it here and then when you have a coffee, you hold it like that and you read the newspaper. Really? Yeah, you put it in the middle. It's like that. See? What? Oh God, you put it the newspaper in here. Okay. Right? And then when you put it the newspaper, you put it like that. And then the people coming in, see like a mirror, the time, the sun, Daily Mail. And then they take it and then you sit down, read it and they bring it back. In order don't scratch the paper and things. That's so nice. Wow, but they don't use it anymore. We use it. Yes, still. Yeah, we're still using it. It's traditional. Like yourself, you know, go, what's this? Yeah. So the people coming in and then we put it. So first thing you get, you something to drink first and then lovely. We go. Yeah. Okay. Sure, perfect. Lovely. It's still there, is it okay? Yeah, absolutely. Well, it's safe. You're in Guernsey. Yeah, we've heard it's a very safe place. Yeah, we buy vegetable from the shelf, you know, from the road. You have like a box and you have fruit, vegetable, eggs, and you have a box for money. You put it the money and take whatever you want. Ah, so, that's perfect. Wow. What do you like to drink, young lady? I would love to have some coffee. Is it possible? Yeah. We have the best coffee. Oh, yes. Then I agree with the coffee. Do please. Do you want a cappuccino? Yes, the cappuccino, black coffee, Americano, or if you want a latte. Espresso macchiato. Do you have espresso macchiato? Then what espresso? I have espresso. We can do espresso. It's like a double shot espresso. Yes. And then a little bit of milk. Little bit of milk. Oh, that is easy. Okay. Oh, this seat, it looks so nice here. So comfy. Later. Perfect. We'll be 1 minute outside. Show where is the location. Yeah. Okay. I'm still sat in there. Sure. Okay. And then you have the swimming pool as well. It's 29 degrees. Really? Yes. 29? This is the main kitchen. Oh, dit is de keuken. Hello. This is where we do our dash. Oh, bakery. Yeah, this is all. Wow, this smells so good. Oh, ik hou van brood. Wow. This is a traditional Guernsey gosh. Yes. This is what we do here. We do our own sourdough, our own gosh. And this is sold in the airport in the duty free. Nice. Oh, really? Yeah, you can test it. Wow, this looks so good. Yeah, oh. Ik hou nu al van deze plek. I was trying to do... Wat is hij aan het doen? Through the winter, my house it was covered with trees and bushes. So I make this way now. Wow. What? That was till here.
Really? Like that. Honestly, that exactly was the same. Wow. So I make this road to get in. Wat, hij heeft dit allemaal weggekapt om in zijn huis te komen. This is the secret location. Oh, wow. And this is what I catch with the lobster. Because I catch my own lobster. And I have already succeeded this morning one lobster. Really? Yes, I get one. Congrats. In the kitchen. Wow. We have the scallops and then we have moles, okay. The black moles. I don't know if you know moles or not. No, mussels. Ah, mosselen. Ah, yeah. Mosselen. Yeah, black, yeah. 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 So you're going to test a lot of things tonight. And then I have a tomahawk, is a local beef. Okay. We get it. It's wow, that sounds so good. So I set up that and then I'm going to set up the table here and then I will cover the wood with all the trees, leaves and such, you know, to make it a little bit oldie-woldie, nice. Like in old wow. days. Yeah. Okay? Great. Yeah, because I have my own TV in Dubai. Oh, really? Yeah, here, I'll show you. What? Deze man is echt zo aardig, zo geniaal. Ja, hij gaat voor ons barbecue vanavond. Ja, zo lief. Wow, dit is echt zo nice. Yeah. Hoe ruik je dat hier? Ja, just ruikt echt goed, hè? Another one, that. Another one, okay, I'll bring it. My cooking program in Dubai. Oh, wow. We hebben te maken met een professionele kok hier, dames en heren. Dit is echt ongelooflijk. No, I'm half ongelooflijk. From Yorkshire, from London, and half Egyptian. So, ah, half Egyptisch, half Londen. Yes. So this is the entrance to get in. Ah, that's the entrance to get to the house. But because I thought this was the entrance to get to the house. No, I opened this yesterday. Really? So yesterday. You did this all yesterday? Yeah, all the boys. I opened it special for you to come in and to have a good location. Wow. Yeah. Wow. Wow, yeah. Oh, dit is echt veel te aardig. Ongelooflijk. Oh, dit ruikt zo lekker. Oké, okay, bye. Thank you. Come again. Ik ga weer even naar het brood. Oh, maar jullie hebben... Ah. Ja, sorry. De bread. Nee, hij gaat de lobster laten zien. Oh, gaat hij de lobster laten zien? Dat brood, zeg maar, is zo... Dat ruikt zo lekker. Oh. This is the one we're gonna have tonight. Wow, you catch this, this morning? Yeah. What? Oh. And it's so lovely. Yeah, the colors. Yes, see the color of it. It's so beautiful. Wow. So oh is this like God. A normal lobster or black? Yeah. Or no, this is normal lobster. In Gansey we have this kind of lobster. And whoa, when you cook can it, can I become, hold it? Yes, of course you can hold it. I've never held a lobster. No, it's not biting because I hold it. Wow. Wow, this is crazy. Yeah. Nice. I have a lobster in my hand. Yeah. Yo. And then when you cook it, it turns red. Wow. To red, yeah. Wow, are you always fast hour? Never. Nee? No, you're scared. No. It's okay. It's applauding. Yeah. Yeah, it's say hello to you. Yeah. Hello. Okay, so this one. Okay, wow. Okay, wow. Let's have your coffee first. Thank you very much. Trouwens, schat, ik wil even zeggen, je haar nu is echt mooi, hè? Nu het zeg maar weer een beetje gegroeid is. Je mag het wel doen, hè? Wat? Je mag het wel doen. Wat mag ik doen? Oh, dat wou ik niet doen, maar... Oh. Zo, die was goed. Wow, ik sloeg ineens haar, maar hij kletste echt goed. Nee. Ik zag allemaal steeds. Oké, we gaan even buiten kijken. Het is een zwembad. Kijk eens, dames en heren. Oh, dit is fijn, hè? Ik ga gewoon even het zwembad zo doen. Kijk dan. Oh, dit is echt een zieke plek, hè? Dit is echt nice. Kijk hoe dit eruit ziet. Wow. Zo fijn. Echt zo super fijn. Oei, oei, oei. Ja, om hier gewoon lekker te zitten bij het zwembad. Zo zag het zwembad van Milan er ook nooit uit, zo groen. Ja, klopt. Dat moet je dan helemaal cleanen en alles. Ja, ik denk in de zomer, als het helemaal zo mooi is. Ja, dan is het echt fijn. Maar jeetje, Mina, we hebben nog een uurtje. Precies een uurtje. En we hebben voor deze week hebben we echt superleuke dingen op de planning. Dus ik zou zeggen, heb je zin in de avontuurlijke dagen die we gaan meemaken hier op Guernsey? Maar we gaan ook nog naar een ander eiland. Je hebt hier verschillende eilanden omheen zitten. Dus dat wordt ook fantastisch. Maar eerst gaan we dus even Guernsey ontdekken. Dat is het eiland waar we nu zijn. En we zijn hier dus gekomen via Sunair vakanties. En die hebben dus rechtstreekse vluchten. En dat is echt ideaal. Jullie hebben gezien hoe het ging. Echt ontzettend snel. Vanaf Eelde zijn wij dus gevlogen. Maar je kan ook vanuit Rotterdam. En die hebben een rechtstreekse vlucht naar Guernsey. Dus dat was echt perfect. Dus shout-out naar Sunair vakanties. Check even het linkje in de beschrijving als je meer informatie erover wil vinden. Want dit zijn echt van die tripjes. Dat moet je gewoon een keer gedaan hebben. Dat weet ik zeker. Wij maken vaker van die korte tripjes. En daarmee bedoel ik, een uur en drie kwartier vliegen en je bent hier. En je bent gewoon in het buitenland, je praat Engels, je kan makkelijk je weg vinden en je hebt gewoon goed klimaat. Oh, we gaan jullie laten zien de aankomende dagen hoe vet het hier is. We hebben namelijk al wat dingen op de planning zien staan en we hebben al wat foto's gezien en oh, dit wordt echt super gaaf. En de eigenaar hier van Saints Bay Hotel is echt super aardig. Dat is dus deze meneer. En die vertelt ons ook al wat dingetjes en waar we heen kunnen gaan en leuke plekjes. En hele goede vibes dit. Echt hele goede vibes. We gaan naar de kamer en we hebben kamer nummer 44, ja. Twee keer mijn lievelingsgetal. Perfect.
Dus dat is echt nice. Ja, je hebt de sleutels. Oh, I have the keys. Hoppa. Oh, joh, dat vloerkleed loopt zo lekker. Alsof je zweeft. Ja, serieus. Ja, het is heel zacht. Ja. Oh, die deur gaat niet. Hoppa. Kijk dan. Schattig kamertje. Hey, je kan ook een beetje die clips daar zien. Wow. Lekker hoor. Heel nice. Wow, dit is zo fijn. Perfect, thank you. Oh, die palmboom daar ook. Ja, dit is echt heel erg nice. Dit is echt een fijn kamertje. Ja, het is echt een schattig kamertje. Oh, kijk, we hebben hier tasjes. Hey, nootjes. Oh, ik heb ook wel een beetje trek. Nou, er zitten lekkere nootjes in. En een doekje. En een boekje. Guernsey Beach Guide. Wat hebben we nog meer? Nog een foldertje. En wat hebben we nog meer? Face and hand cream. Nou, voor de hygiëne. En een leuk tasje. Guernsey. Ik vind het wel vet. Ja. GS, Griekse ei, Guernsey. Ja. Yo, dit is echt sick. Ik moest even schakelen net, want het is hier dus een uur vroeger. Ja. Dus het is hier 2:10, maar in Nederland is het 2:10. Wow, is maar goed dat ik het weet, want anders had ik serieus de vlog gewoon te laat online gezet. Dus ik ga nu meteen even op de laptop wat dingen regelen. En ik ga even aan Jordi laten weten, de editor, dat het een uur eerder is hier. Dus ja, dat moet vast goed komen. En ik heb heel erg goed nieuws, maar dat ga ik jullie later vertellen. Over de weekend editor, want ik heb een weekend editor gevonden. Yeah. Woep woep. Dus dat is echt super nice. En hij is echt goed in wat hij doet. Net als Jordi. Shoutout naar de editors. Duimpje omhoog. Ik heb even een hoodie aangedaan, omdat wij nu... Oh, dit is ook wel vet trouwens. Het ziet er wel gaaf uit, schilderen. We gaan nu namelijk 2 uur op pad met een tuk-tuk. Ja hoor. Daar staat hij. Hallo, beautiful car. Yeah. Looking good. Een tuk-tuk. Yes, please. Hop in. Fantastisch. Hiermee gaan we dus een gedeelte van het eiland verkennen. 2 uurtjes lang met de tuk-tuk. Fantastisch. Hoppa, daar gaan we. Die cliffs daar, die zijn zo mooi. Niet, daar ga ik nog heen vliegen met de drone hoor. Daar gaan we ook nog heen lopen. Wow. Oeh, no gasoline. Wow. Heel fijn dit. Ja. Op dit moment heel even aan het wachten op het verkeer. Het is namelijk zo dat de wegen hier heel erg schattig en smal zijn, maar daardoor wel af en toe lastig langs te gaan, omdat je dus 2 auto's op een weg hebt, maar eigenlijk maar 1 auto kan. Dus af en toe moet je even wachten. Er zijn hele mooie kentekens hier. Ja? Gewoon helemaal zwart. Oh, dat er staat helemaal niks op. Dat is wel clean. Ja, en ook alleen nummers. Geen cijfers? Nee, alleen cijfers. Oh. Oh ja, inderdaad. Mooi, ik zal de kentekenplaten later nog wel even filmen. Of misschien kan ik hierheen laten zien. Het gaat misschien wel heel snel. Zag je hem? Zag je hem? Zag je dit kenteken? Ik laat straks nog wel kentekens zien. Maar ze zijn inderdaad zwart. Ook al zag ik daar wel een witte en een oranje ook. Echt? Ja, gele bedoel ik. Misschien zijn dat wel wat taxis of zo. Witte en een gele. Wow, dit is al zo'n leuk begin van deze week. Je ziet zoveel mensen in korte broek, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo warm is. Nee, het is best wel fris. Maar ook de tuk-tuk driver, die is gewoon een korte broek, t-shirtje. Ja. Wow, dat ziet er zo raar uit, hè? Ja, dat is echt apart. Kijk die auto links rijden. Zo gek. Het monument wat je hier ziet was vroeger 2 keer zo hoog. Alleen de Duitsers hebben dit kapot gemaakt. En hij is nu nog maar de helft. Dus er gaat ook Duitse geschiedenis rond hier. Ja, want morgen is de bevrijdingsdag hier. Ja. En dat is dus het moment dat de Guernsey bevrijd werd van de oorlog. Ja, dat klopt. Wow, kijk hoe mooi dit eruit ziet ook. Wow, check dan mensen. Wow. En ze zeggen dus, dames en heren, dat hier op Guernsey gewoon 0 criminaliteit is. Dat er gewoon, je kan deuren, auto's, alles openlaten. Gebeurt niks. Ik denk dat dit het eerste punt is waar we zijn, waar we een mooi uitzicht zullen hebben. Hé, kijk, een telefooncel. Een heel oud telefooncel, maar niet typisch rood Londen. Die heb je daar natuurlijk. Die is helemaal rood, typisch Londen. Ja, klopt. Ja. Zou deze nog gebruikt worden?
So, why are all these license plates black? Is that normal here? Yes. That's nice. Looks cool. Hij doet even zijn headset af. Zo. Hoppa. Ik wil to the top there, you see a nice view of the... Nice. In England, they're illegal. Illegal in England? Yeah, those black and silver ones. Yeah, the because black ones are nice. Yeah, but the trouble is on the speed cameras. Oh, it reflects. The speed cameras, they can't read the number. Well, wow. That's good. I agree. Ah, vandaar. Maar hier mag het dus wel. So you don't have cameras here on Guernsey? Flashing no. Cameras? No. So we're safe in the tuk-tuk? Safe in the tuk-tuk. You won't go speeding. Wow, you were stood so on top of the German gunning placement. Wow. Really? This is a gunning placement down here? Underneath, oh, yeah. Zo, hieronder zit een bunker waar de Duitsers vroeger zaten om te schieten. Kijk, dit maakt het allemaal een beetje logisch, denk ik, voor jullie beeldvorming. We zijn dus op dit moment op Guernsey. Dat heb ik nu al duidelijk gemaakt ondertussen. En als je dan recht vooruit kijkt, dat zegt de gids zojuist ook tegen Myron, als je daar recht vooruit kijkt, dan heb je dus Sark. Dat is een ander eiland. En je hebt dus ook nog een klein ander eiland, dat heet Herm. En later, dus over ongeveer 3 dagen, ja, dan hangt hier een vogel stil. Die zit te kijken naar beneden naar muizen of andere soorten dieren om te jagen. Dus die hangt nu gewoon lekker stil in de wind. En hij gaat er weer vandoor. Anyways, wat ik wilde vertellen is, dus we zijn op Guernsey. Voor ons is Sark. Daartussenin zit Herm. Dat is dat eiland, wat je daar ziet. Het is een beetje heiig vandaag, dus je kan het niet heel goed zien. En als je dan naar rechts gaat, dus daarachter, wat je dus helemaal niet kan zien op dit moment, daar zit dus Jersey. En Jersey, daar gaan we over ongeveer 2 of 3 dagen heen. En als het dan helemaal met een boot rechtdoor gaat, dan komen we dus in Frankrijk. Dus dat is een beetje hoe het hier in elkaar zit. Ja, dan heb je hier blijkbaar nog een ander eiland, Alderney. Ik weet niet of we daar eerlijk gezegd heen gaan. Maar we gaan sowieso naar Jersey. En misschien ook wel nog naar deze 2 kleine eilandjes. Dus dit is wel echt... Dit is heel nice dat ze dit hebben geplaatst. Want dan kan ik meteen aan jullie laten zien dus... hoe het een beetje er aan toe gaat hier. In de zin van topografie. Want daar ben ik zelf heel slecht in, namelijk. Maar goed, dus dit is wel handig. En moet je kijken hoe dit uitziet, hè. Dit is echt prachtig. Wow, ik hou hier nu al van. Ik vind het zo fijn. Zo rustgevend. Prachtige natuur. En je kan dus helemaal daarheen lopen. Dat gaan we nu niet doen omdat we weer er vandoor gaan met de tuk-tuk. Maar er is hier, daar loopt ook een meisje met de hond. En die gaan helemaal daartussen door. En dan kan je helemaal daarachter heen. Daar. Dat is echt vet. Ja, dit is dus de vlag van Guernsey. Dat is wel echt een mooie vlag. Ik zei ook al tegen Myron dat Guernsey en überhaupt Engeland is echt super christelijk. Als je gaat kijken naar de historie, naar vroeger. Wij kijken nu ook een serie op Netflix, dat heet The Last Kingdom. Het gaat ook allemaal over het christelijk geloof en de geschiedenis. Het is echt heel interessant. Kijk het kenteken. Nu zag je mij goed. Hoppakee, daar zijn we. Wauw, wat mooi hier. Hij parkeert hem even achteruit netjes in. Zo clean. Nou, doe het gordeltje wel af. Oh, je had je gordel niet om. Al zoals altijd, het is echt verschrikkelijk. Zo. Maar ik wou hem wel afdoen, dus ik had wel het gevoel dat ik het ja, maar dat helpt niet. Oh, dit is ook weer fijn hoor. Fijn plekje hier zo. We gaan die kant op? Ja. Oh. Ik ga dan ook Engels tegen jou praten. Dead boy. These are called loophole towers. 15 were built in the 1700s. 15? 15, okay. Around the island. This is number 15? No, this is number... Oh, this is number 15, yes, okay. Yeah. Yeah. But there was 15 of them. There's still 12 on the island. Okay. Okay. So this one you can rent for a holiday. Really? Yeah. Wow, that's such a nice place. And you can sleep in? Yes. Wow. Really? Yeah. Wow. Okay, er zijn dus 15 van deze torens gebouwd. Kijk, jullie zien wel ondertiteling onder al het Engelse. Ik hoop dat jullie dat waarderen, want het kost echt veel extra tijd voor de editors. Dus Jordi, shout-out voor de ondertiteling die je net hebt laten zien. Af en toe zal ik nog wat dingetjes herhalen, omdat ik het gewoon fijn vind om dingen te vertellen. Maar check eventjes hoe prachtig dit is. En er zijn dus 15 van dit soort torentjes gebouwd. 12 daarvan zijn goed bewaard gebleven. De andere 3 zijn dus waarschijnlijk verloren gegaan in de oorlog. Tijdens het moment dat de Duitsers het in bezit hadden. Of dat toen het werd teruggenomen, dat ze het moesten vernietigen of iets. In ieder geval,
Dit is prachtig. Dit is echt prachtig. Wauw, dit is echt nice. Hoe fijn is dit? The sand has been stolen hier. Eb en vloed is heel erg verschillend hier, want het kan 10 meter verschillen, zei hij. Ja, je ziet ook serieus hier, al voor ons, het zeewier liggen. Dus het komt heel ver hier, maar het gaat ook weer ver daar, want het is gewoon 10 meter. Dat is echt heel veel. En daar ligt gewoon iemand in zijn zwembroekje te bakken, hè? Ja, ja, de mensen die hier vandaan komen, die hebben het niet zo snel koud. Ik ben helemaal in het zwart, ik heb het koud. Ja. Ik heb het serieus koud. Ik heb het ook niet. Maar kijk, hier ligt dus het zeewier. En het is dus echt een mega verschil tussen Eb en vloed. Nou, dat kan je dus ook zien door al dat zwart hier wat je ziet liggen, zeewier. Dus ik denk dat, ik weet niet op welk tijdstip precies, maar ja, dit is misschien van vanochtend. I don't know. Maar kijk dan, gewoon al dat groen. Het is echt absurd. Je hebt superveel groen hier. Deze plek hier heet Furmain. Dus ik zal het even aan jullie laten zien. Kijk, Furmain Bay. Dus dan weet je hoe het heet. Prachtig plekje. Ontzettend mooi. Echt heel erg mooi. Ja, jullie gaan die drones ons nog wel zien hoor, dames en heren. Jeez, die worden echt fire. Ook al waait het wel een beetje hard, gaat goed komen. Ga ik voor zorgen. Oh, en dit zijn dan van die paadjes waar je eigenlijk gewoon zomaar in wil lopen. Kijk. Dat is gewoon echt heerlijk. Ga je gewoon helemaal het groene in. Check hoe mooi dit ook is. De eerste waterval die we zien. Wauw. Maar dit is wel echt sick. Dat je dit gewoon serieus kan huren. En dan gewoon in kan slapen. Dat is echt gaaf. De historie van deze torens gaat toch nog wat verder terug. Want ik lees nu dat deze torens gebouwd zijn in 1778. Dus dit gaat nog wel een stukje verder terug dan de Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog. Goed, dan gaan we weer met de tuk-tuk. Kijk, hebben we weer zo'n mooi kentekenplaat. Ja, dat is echt mooi. Dat is echt sick, hè? Ja. Dit is ook gewoon een dikke auto, dit, hè? Oh, yo, check dan. Mooi, mooi. Dikke uitlaat eronder, dikke knalpijp. Gaan we weer. Gaan we weer. Kijk gewoon als je om moet kijken. Goed zo, schat. Hoi, joh, die Smart, die had als kenteken 229. Dat was het. Hoe fijn is dat? Maar je hebt dus geen flitspaal op dit eiland. Niks. Militair museum. Ondergronds. It's a series of three tunnels that were dug into the hillside by the Germans. Wow. To hold diesel tanks. Wow. Diesel tanks. Yeah, fuel. Dat is echt grandioos. Sondeer! Hoi joh. Wow! Had je die net niet gezien? Nee. Oh, reden zo heel dicht, man. Oei joh. Oh, dit is echt leuk hè, zo'n tuk-tuk tour. Wel een beetje koud. Ik snap echt niet waarom sommige mensen zo'n korte broek hebben. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb echt hele koude handen. Ja, ik heb het ook koud. Kan dat nou weer dan? Ja, het ziet er wel, voor beeld ziet het er niet koud uit. Nee, dat klopt. Echt prachtig. Dit is echt apart. Wow, kijk die motor. Dit is echt raar. Erg mooi om te zien zo'n rotonde de andere kant op. Heel gek. Je denkt echt van nee, niet doen. Ja, dat is echt mooi. En ze rijden allemaal linksom. Ja, dat is zo mooi. Ze rijden gewoon linksom.
That marina down there, in that area where all the car park is, that was only reclaimed in the 1980s. Oh, that's recently? Yes. And then claimed by who? By the locals, by the Guernsey. Oh, that's a good thing. It was beach. So this is someone's home on the left? This is, yes. Wow, dat is een gekke plek om te wonen. Maar serieus, we komen echt de mooiste gebouwen tegen, kerken. Zoals ik al zei, het is misschien nu niet zo christelijk meer als vroeger, maar ik denk nog steeds wel redelijk christelijk. En ik denk dat dat misschien steeds minder wordt, maar het is nog duidelijk aanwezig, laat ik het zo zeggen. Ik vind het echt super mooi om te zien. De kerken zijn echt prachtig. Niet normaal. Het zijn echt leuke wegen, hoor. Ja, zo schattig. Echt mooi. I have fans in Guernsey. These railings, the uprights of the railings, are made from German railway track. Wow. Really? Yeah. Deze railings die je hier ziet, die zijn gemaakt van spoorwegen. Van Duitse spoorwegen. Oh, dat is dus echt heel oud. Zo fijn deze wegen. Wow, dit is mooi. Dit vind je ook mooi. Kijk hier. Dit is echt heel nieuw wel. Dit is nice looking building on the right-hand side. Also used to be a brewery. Echt mooi. Wow. Dat is echt een mooi straatje, niet normaal. Opgehaald. Er zit daar gewoon een jongen te fietsen in zijn voertuig. Het zag er zo random uit. Hé, hey, liggen wat bootjes hier. Ja, al die bootjes liggen droog hier. Kijk dan. Wat? Dit is apart. Kijk dan, ligt allemaal droog. Alle boten liggen droog. Het ziet er heel raar uit. Dit, dames en heren. Wow, yo, zo mooi in één keer. Er staan ook gewoon twee koeien hier zo. Wat? In één keer super groot strand daar. Wow, ze hebben hier op Guernsey hebben ze wel echt veel rotsen, veel stenen. Dus ook al ben je wat verder op zee, dan kan je gewoon nog steeds echt stenen tegenkomen. Bye bye, tuk tuk, bye bye. Oké! Okay. Zo, dit is een vette auto. Mooie vlag erbovenop. Hier zijn we dan.
Oké, er is hier dus een gig. En die gig is als volgt. Die gig is namelijk een band wat gaat optreden. En dat schijnt hier te zijn. En dat begint nu voor het eerst. Deze zondag voor het eerst. En vanaf nu, elke zondag tot augustus geloof ik, is er dus een gig. Dus dat is heel moeilijk om te kijken waar je nou heen moet kijken. Ja, we moeten daarheen, maar waar je heen moet kijken als je gaat oversteken. Oh ja, klopt. Moet je eerst moet je links kijken, dan rechts. En in Nederland zijn we gewend eerst rechts kijken, dan... Of nee, je moet hier eerst rechts kijken, dan links. Wij kijken eerst links dan. Want de auto's komen hier als je gaat oversteken eerder van rechts dan van links. Maar er is hier dus een soort van festival, een band wat gaat optreden. En dat gebeurt dus elke zondag vanaf nu tot en met augustus. Laatste zondag van de maand. Juist, elke laatste... Oh. Ik dacht elke zondag. Nee, in augustus 2 zondagen volgens mij. Maar verder elke laatste zondag van de maand. Maar het is nu helemaal geen laatste zondag van de maand. Nee, daarom elke zondag. Vanaf nu elke zondag tot augustus. Dat is mij verteld. Dat vertel ik net. En nu kom jij in laatste zondag van de maand. Hij zei dat. Maar het is nu helemaal niet. Nou, één van de twee in ieder geval weten het niet precies. En er komen hier veel jongeren op af, zie ik. Heel veel. Echt heel veel jongeren. Maar kijk dan, wat voor prachtige plek dit is. Dit is zo super nice. De Tuk Tuk Tour was ook echt fantastisch. Ik snap niet waarom die jongen daar springt met zijn zwembroek en zijn blote body. Ja, maar daar ook allemaal mensen. Ja, misschien is daar beneden wel gewoon heel warm. Nu is het ook wel echt te doen. Hier, ja, want de wind komt volgens mij van die kant. Dus nu is het wel relaxed. Ja. Maar daar verderop gaan we even heen. Daar heb je dus een balkon en daar is een band wat gaat optreden of zo. En dat schijnt gewoon leuk en gezellig te zijn. Dus laten we even wat drinken ook. Oh ja, en dit is trouwens gewoon een tankstation. Zie je dat? Geniaal. Dit is echt random in één keer, hè? Ja. Hier, kijk, hier links heb je gewoon allemaal pompen in één keer. Dat is echt random. Nou goed, je ziet het al. Heel veel jongeren, muziek verderop. Dus laten we checken. Nou, dit is het, dames en heren. Je hebt daar een balkon en daar treedt dus een band op. En dat heet dus Kobo Bay. En hier hebben we dus het prachtige strand. En daar zit iedereen te chillen. En er wordt heel veel bier gedronken en gechilled. Wel mooi om te zien hoor. Wel een bijzonder concept ofzo. Kijk hoe fijn dit is, dames en heren. 33383. Hey politie, hoi joh. Oh, die reed best wel hard. In ieder geval, we hebben dat gezien bij het strand. Was leuk. We hebben serieus op die stenen daar. Daar hebben we echt wel 3 kwartier gelegen op die stenen. Gewoon chillen. Die capuchon trouwens is super chill. Want dat, nogmaals, het is niet per se heel erg warm. Ook al lijkt het zo. Dus het is zo fijn die zwarte capuchons. Zodat mijn hoofd lekker warm blijft. Dus we hebben echt gewoon een half uur op die stenen zijkant. Op die soort van muur hebben we gelegen. En gewoon geslapen. Echt zo fijn. Dus dat was echt heerlijk. Wow, ze zijn hier nu aan het barbecuen. Oh, het ruikt echt heerlijk. Ja, waar ik echt wel achter kom nu al, is dat Guernsey gewoon zo vredig en rustig is eigenlijk. Een soort van peaceful. Dat is echt, echt super fijn. Dus we lopen nu richting het verblijf. De Saints Bay Hotel waar we zijn. Alleen ik had Ashraf al laten weten. Dat is de man van het hotel die jullie al zagen. Dat wij nu onderweg zijn naar het hotel. Alleen lopen is echt wel heel erg ver. Dus hij komt ons ophalen met de auto. Hij zei ook al als je klaar bent. App of bel me kom ik je wel ophalen. Dus we lopen alvast een beetje die kant op. Maar als het goed is gaan we hem straks treffen. En dan gaat hij dus gewoon serieus voor ons koken. Een beetje barbecue stijl. Oh, ik heb ook echt wel trek. Dus. Want het is nu 6:10 hier. Dus 6:50 in Nederland. Dus eigenlijk al etenstijd. Het is een beetje gek, want we lopen nu die kant op. En de auto's komen dus in onze rug. Omdat het natuurlijk links rij is. Ja, dat is echt wel gevaarlijk als je dat niet gewend bent. Ja, dat is even wennen. Hier een politiemotor. Gaat ook naar het festival, denk ik. Nou, wij lopen lekker verder. In de natuur. Zo fijn. Ze hebben best wel veel dikke auto's hier hoor, met zware uitlaten en zo. Ja. En de huizen hier zijn ook echt prachtig. Je hebt echt een hele grote mix van huizen. Je hebt serieus best wel wat gave huizen met gewoon gekke kleuren. Maar je hebt ook gewoon hele simpele huizen, grote huizen, luxe appartementen, penthouses. Maar ook gewoon weer heel basic. Het is echt een mix van alles. Het is wel echt super, super gaaf om die mix te zien. Het is echt fijn. Oh, hello. Hello, hello. Thank you for picking us up. Oké, nu zit ik dus in de auto en ik zit dus gewoon aan de linkerkant. Hè. In Nederland hebben we hier gewoon het stuur.
It's a nice car, by the way. Oh, thank you. Yeah, really nice car, like Jaguar. But I just told my Dutch viewers that normally here is our... Oh, yes. Steering wheel. Yes, you are driving without yes. Steering wheel. Ja, dat is echt apart, serieus. Normaal gesproken zit je hier zo. Ja, dat is echt gek. Daar is de auto neergezet. We zijn uitgestapt. We liepen hier langs. En dit is dus wat jullie eerder vandaag ook zagen. Helemaal omver gekapt. Het was helemaal vol met bosjes. Zo hard was het gaan groeien. En dan loop je hier langs. En moet je eens kijken wat ze hier hebben gedaan. Echt zo ontzettend schattig. Zo'n prachtig plekje. Ze hebben hier allemaal eten. Wow, kijk dat vlees. Kip. Wow. En ze gaan dus kreeft die jullie zagen, die gaan ze klaarmaken. En kijk dan, hier komt een lekker vuurtje. Wauw. Dus, en hij heeft serieus, vanochtend heeft hij dus met een eigen net, heeft hij dus die lobster gevangen. Ja, ziek hoor. Dat is echt bizar. En hier zitten we dan. Kijk hoe super mooi dit is. Mooie schelpen hier die hangen. Ja, dat is echt, echt bizar dit. Ja. Kijk hoe super romantisch met z'n tweeën zo. Wauw, ja, dat is echt gaaf hoor dit. Ja, dat is echt heel leuk. Wat een ervaring weer. Heel uniek dit. Ja. Oh, het is nu nog een beetje koud, een beetje fris. Ja. Omdat het hier natuurlijk in de schaduw is, maar één ding is wel, het waait hier niet. Want het wordt tegengehouden door bosjes en straks gaat het vuur aan. Ja. Dus hier ligt wel allemaal, wat is dit eigenlijk? Oh, ook allemaal om het vuur aan te maken, denk ik. Ja, blokjes of zo. En ik heb nog eventjes gevraagd aan Ashraf. Zijn ze hier zelfvoorzienend op dit eiland? En hij zei van, ja, we hebben eigenlijk heel erg veel. We hebben een plek waar boter wordt gemaakt. We hebben een plek waar het vlees vandaan komt. We hebben een energiegebouw waar elektriciteit wordt opgewekt. Ik denk dat de elektriciteit wordt opgewekt door water wat loopt. Oh, ja. Denk ik. Want ja, je bent een eiland, dus het lijkt me wel logisch. En ja... Voor de rest redelijk zelfvoorzienend. Het enige wat ze nodig hebben zijn materialen. Maar dat kunnen ze halen vanuit Engeland. Ja, precies. Dus die materialen om bijvoorbeeld huizen te bouwen of andere dingen te bouwen. Ja. Alleen huizen hier op Guernsey zijn heel erg duur. Er waren best wel veel mensen jaloers op de mensen hier in Guernsey. Omdat tijdens de coronatijd, toen het echt op z'n ergst was, toen was dit een hele veilige plek schijnt te zijn. Okay. Vertelde Ashraf. Omdat hier was eigenlijk geen corona. Omdat het hele eiland was afgesloten. Dus niemand mocht het verlaten en niemand mocht komen. Ja, precies. De ferry ging wel, maar de enige reden waarom de ferry ging is om eten te brengen, heen en weer. Ah, oké. Ja, dus ze waren wel zelfvoorzienend, alleen blijkbaar niet genoeg voor iedereen, omdat ze niet naar het werk mochten, dus moesten ze wel eten krijgen vanuit Engeland. Ah. Dus en toen uiteindelijk, toen het vaccin kwam, toen is echt gewoon letterlijk bijna iedereen, vertelde die in Guernsey, dat zijn in totaal 62 of 63.000 mensen, zijn gevaccineerd. En ja, ze hebben één grote ziekenhuis hier op het eiland. En dat schijnt gewoon een goed ziekenhuis te zijn. En dat was het. Ja. Dus, en daardoor is het ook best wel duur om hier te wonen. Omdat er willen eigenlijk meer mensen wonen dan dat er wonen. Ah, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus er zijn eigenlijk zeg maar een soort van huizen tekort. Ja, want ik hoorde van oma gisteren dat ze wel eens van die Engelse programma's kijkt. Van die huisinrichtingprogramma's. Ja. En dat ze zei van er zijn heel veel mensen uit bijvoorbeeld Londen. Hebben hun hele leven in Londen gewoond. En dan gaan ze met pensioen. En dan gaan ze naar Guernsey of naar de Kanaaleilanden. Om daar zeg maar gewoon van de rust te genieten. Ja. Ja, nou dat is het dus zeker. En de criminaliteit, we krijgen het echt van meerdere mensen te horen die we hier spreken. Ik ga je auto aan laten staan, sleutels erin, raampjes open, niks aan de hand. Ja, bijzonder. Dat is echt, hè? Echt bijzonder. Ja. Ja, en hij zei ook dat, want ik vroeg van wat vind je nou het meest fijn aan Guernsey? Wat trek je nou om hier te blijven? Wat vind je hier zo fijn? En hij zei gewoon serieus de veiligheid. Ja. Gewoon nummer 1, gewoon de veiligheid. Dat je hier kan zijn, dat je gewoon geen zorgen hoeft te maken. Het is gewoon vredig, rustig, fijn. Ja, dat is wel echt top. En het is gewoon veilig. Ja. En hij zei, dat zo'n plek als dit heb je echt zelden op de wereld. Dus er zijn mensen die het saai kunnen vinden, zo'n eiland als dit. Omdat het te rustig is, te vredig als het ware. Maar hij vindt het heel erg fijn. En tot nu toe wat wij hebben gezien vandaag, is het ook echt heel erg vredig en rustig. En gewoon echt heerlijk. Ja. Maar jeetje, we gaan hier genieten. Ik heb ook echt super veel trek. Oh, ik ook. Steek dat ding aan. Steek dat ding maar in de hand. En dan gaan we wel zien. Dan gaan we het meemaken. Ik heb even een jas gehaald uit de kamer. Ik kreeg het echt koud. Maar check eens eventjes wat er ondertussen hier ligt. Okay. Een vis. Oei, yo. Dus dat gaat hij straks fileren. Wat is dat voor vis, denk je? Weet ik niet eigenlijk. Nee, ik weet het ook niet. Ik heb er niet zo heel veel verstand van. Ook al, ja, ik heb ook al een tijd niet gevist, hè. Dus. Echt lang niet, hè? Maar binnenkort weer.
kijk dit, dames en heren. Wow, wat een legend is dit. Oh, niet normaal. Ik zit ook aan het bier, mensen. Kijk, gewoon een halve liter bier. Lekker John Smith's. Ik heb geen idee, maar het is wel lekker. En dan nu mosselen. Wow, zoveel. Ja, dan moet je allemaal opeten. Oh, nice. Zo, verser dan dit kan niet, hoor. Lekker sausje erbij. So, when did you catch them? This morning. Wow, that's nice. The jus, it's natural. It's nothing chemical in it. It's so beautiful. Yeah. Really good. Thank you very much. Thank you. Ik weet nog dat er een moment is in mijn leven dat ik dit echt super lekker vond. Ja, serieus? Ik meen het. Ik maak geen grap. Ja, ik heb dit gewoon een keer als kind gewoon echt veel gegeten. Meen je? Ja, dus ik maak geen grap. Nou, ik verwar heel vaak mosselen met oesters. En oesters vind ik echt niet lekker, want dat is echt zo... Maar dit is volgens mij, als het goed gekookt, goed gekruid is, dan kan het echt heel lekker. Nou, neem maar een hapje. Oké. Moet even je mes erbij pakken, want ze zitten vast nee, in die schil. Nee, die was los. Ja, sommige wel, sommige niet. Is goed? Ja. Lekker sausje? Ja, dit lust ik. Heerlijk. Oké, nice. Nu ga ik. Daar gaat hij. Nou, kom eruit. Het is de mosselman. Het is de mosselman. Ik ben mijn man en mosselman. Dit is echt wel lekker hoor. Lekker hè? Ja. Ja. En het lijkt heel veel, maar het is natuurlijk helemaal niet veel. Want het zijn alleen die binnenkantjes die je opeet. Het is nog steeds iets wat ik nooit uit mezelf zou bestellen. Nee, dat heb ik ook. Maar als ik het nu krijg, vind ik het wel een keer leuk. En we krijgen dit als eerste hè? En hierna, oh kijk die kreeft en die, dat vlees wat er nu op ligt. Ik ga er even heen lopen, ik ga het jullie laten zien. Dit is echt lijp. Kijk die tomahawk vlees ook. Wow, dit is niet normaal. Kijk dan. Kijk dat vlees, wauw. Dit is allemaal vers van de pers. Niet normaal. Echt heel erg sick. Oh. We hebben nu op ons bord zeebaars en kreeft. Met champignonnetjes. Champions. Champions. Gaan we. Oké, ik ben benieuwd naar die kreeft. Die is volgens mij echt zo lekker. Is goed. Okay, dit sausje is echt heel lekker. Lobster kraken. Ja, yeah, wow, now it's the color. Yeah, yeah, see the color of the lobster. This is wow, the color. Kijk hoe mooi dat eruit ziet, hè. Dat is echt bijzonder. Mm. Oh, het wordt helemaal beslagen. En hij was eerst gewoon zwart, hè. Bijna zwart met blauw. Bizar, hè. En nu is het gewoon rood, ja. Kijk, dames en heren. Dit zijn schelpen. Of nou ja, dit zat in een schelp. Oh, thank you very much. Sorry. Wel mooie bordjes ook. Echt, hè? Thank you. Thank you. Zal ik proberen weer? Koekkamertjes. Dit heb ik dus nog nooit gehad. Nee, dit zijn gewoon schelpen. Gek met die kleur, met dat oranje. Scallops, zei die toch? Scallops. Scallops. Misschien mogen we die schelpen al mee. Dat is leuk geweest voor Koningsdag, dit. Stukje oranje. Nu we heerlijk hebben gegeten, lijkt het ons fijn om nog even een klein stukje te gaan lopen. Want anders dan gaan we meteen op bed liggen, ook al zijn we allebei wel moe. En dan lig je zo met zo'n vol... Zo, kijk dan hè. Dit is niet normaal toch? Wauw. Dit is toch ongelooflijk? Dit is zo mooi. Wauw. Waarom ligt die tuinslang er zo fijn bij? Eerlijk? Goed, in ieder geval hier om de hoek... Van het hotel schijnt dus een cliff te zijn. Dus wij zijn heel erg benieuwd. Ze willen nog even heen. Maar het is wel lekker om na te eten. Als je een volle buik hebt nog even te wandelen. In plaats van even douchen en dan op bed te ploffen. Het is nu... Zo, sorry. Sorry. Het is bijna 9 uur. Dus ja, voor Nederlandse tijd eigenlijk 10 uur. En niet dat wij vaak voor 12 uur per se slapen. Voor jou. Maar, dankjewel. Maar het is, ja, weet niet. Gewoon een beetje moe. Gewoon een beetje, ik heb zin om lekker met jou in bedje te knuffelen en te chillen. Ja, even lekker relaxen. Dat is wel lekker, ja. Goed, we zijn lekker op avontuur in ieder geval. Private land. Ja, we moesten hier ergens de hoek om. Misschien daar dan toch? Ja? Ja, want dit is privéland. Ja, dat staat daar wel op dat bordje. No access to cliff, oké. Okay, nee. Oh ja, no access to cliff path. Of bedoelen ze dit? Nee, dat denk ik ook niet, nee. Ja, dat is een huis. Wel sick trouwens, hè? Ja, dat is wel een huis. Wil trouwens wel even een klein stukje kijken dan eigenlijk. Wow, wat een plek, hé, dit. Jeetje, wat een plek. Holy moly. Oké.
Maar dat is het niet. Dus ik denk gewoon de straat verder volgen. En dan gaan we nog even naar de klif. Dit is echt gewoon in één keer een... Ah, niet in één keer eigenlijk. Daar was het ook al mooi. Maar gewoon een super mooi georganiseerd parkeerveld. En ze hebben zelfs daar publiekelijke toiletten. Zie je dat? Public toilet staat er op dat bord. Maar dit is echt fantastisch. Het eerste wat Maiwen zei was, oh, ze wil een keer zonsopgang kijken. Ja, dat lijkt me echt... Oh, dit is mooi. Oh, dit is echt zo mooi. Weet je waar ik over aan nadenk was? Toilet. Zo zeg je dat in het Engels, toch? Mm-hmm. Maar toilet is toch vanuit het Frans? Toilet. Je zegt toch toilet, eigenlijk, als je dat zo ziet? Toilet. Maar in het Engels zeg je toilet. Alleen, ik twijfelde daarover, want ik vroeg, waar is het toilet? En toen zat ik op de wc en toen dacht ik, is dat wel goed Engels? Maar nu zeg jij het ook, dus nu wist ik het zeker. Ja, toilet. Toilets. Public toilets. Sorry, waar is het toilet? Ja, dat is zo. Dacht ik, straks is dat niet zo. Nee, nee, is wel zo. Sorry, waar is het toilet? Daar komt dit ook vandaan, joh. Oké, okay, klifpad. Dat is waar we nu heen gaan. Zorg voor de cliffhanger. Ja, oké. Okay. Wauw. Iemand zo gaan lopen, zie je die voeten? Ja, inderdaad, toen het nog niet helemaal klaar was. Dat is geinig. Zo, maar hier heb je even een bankje staan. Oh, dit is echt mooi. Hè? Kijk dan. Wauw. Het waait eigenlijk helemaal niet zo hard en het is echt super rustig. Hier ook een bankje. Er is gewoon helemaal niemand. Wow, dit is echt een ziek bankje, hè? Jeetje. Wow, kijk dan hier beneden. Dat is zo gek, hè? Oh, daar lopen mensen. Hallo. Maar dit is echt insane. Wow, wat een plek. Is het heel diep hier beneden meteen? Nee? Oh nee, het loopt een beetje zo naar beneden. Zo zag het er wel uit van achter. Kijk dan. Nou, dat valt mee. Oh, was je iets aan het filmen? Oh. Ik film zo uitzicht en hij is, kijk dan. Ja, hij vloggen toch? Zo, dit is wel echt ziek, hè? Jeetje, wat een landschap. Echt mooi. Echt heel mooi. Wauw. Echt mooi. Hé, hey. Dit is echt mooi, hè? Dit is echt mooi. Dit is echt mooi. Ik kreeg in één keer een lachkick. Ik weet ook niet waarom. Maar ik vond het in één keer zo mooi allemaal. Echt mooi. Ik moet gewoon helemaal huilen. Ik vond het zo mooi, hè? Ja. Het is wel echt met dat rode licht daar zo. Roze, het is eigenlijk oranje. Mooi. Ja, dat is echt mooi. Toch wel een beetje oppassen hier, hoor. Maar als je een mooi film kunt maken, dat is ook mooi. Dus zo heen en weer gaat zo. Nee, was al klaar. Oh. Ik doe ook gewoon het geluid eronder. Hoe vervelend jij bent. Nee, dat valt mee. Dan hoor je mij de hele... Als je een mooi film kunt maken. Dat is ook mooi, hè? Ja, oh. Dit is fantastisch. Maar kijk nou eens even, dames en heren. Wat mooi. Maar het meest ziek is... Nou, nu zie ik de reacties al voor me, hoor. En ze heeft ook een keer een biertje op. En dan... Oh, mooi. Ja, nu voed je het. Nu gaan ze mooi. Het sowieso doen. Sorry. Was je lekker? Jij bent ook mooi, trouwens. Jij bent ook mooi. Oh, ik vind het echt mooi. Zo bijzonder. Hier ga ik drone vliegen. Dat komt goed. Jou, jullie te goed, ja. De drone die hebben we even in de tas gelaten vandaag. Maar ik hou het jullie nog te goed. Drone vliegen. Wordt echt fantastisch. Serieus. Daar heb je ook een bankje. Dat is ook mooi. Oh, kijk dan. Wow, dat is mooi. Wow, gek! Wow, yo, ik schrok echt even. Je kan me niet houden als ik val. Echt wel? Ik kan 100 kilo deadliften, dus hier. Hoppa. Schatje, niet doen. Echt, dat zijn geen grappen, serieus niet. Dat moet je niet doen. Goed. Heerlijk dit. We zijn een stukje verder gelopen. We komen dus daar vandaan. Al best wel een stukje eigenlijk. Dat heb je dan niet door. Dus je loopt gewoon lekker. Je bent een beetje aan het kletsen. Maar wederom gewoon een mooi punt hier. Het is echt, echt serieus heel erg gaaf. En blijf maar doorgaan. En blijf ook gewoon lekker doorlopen. Dat is gewoon fijn. Het is gewoon echt heel fijn dit. Oké, dames en heren, we zijn terug in de hotelkamer en we gaan lekker slapen. Maya ligt al lekker in bedje. Ik ga nog even wat dingen doen op de laptop en dan ga ik een keer zo. Kom maar lekker laat zitten. En dan gaan we lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen weer een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.